Hagelen? Jezus, maat, het is gewoon aan het hagelen. Check this shit out. Het is gewoon aan het hagelen. Sorry, jongens en meisjes. Toch kijk naar een video voor. Ik even stopzetten dat mijn tv is aan het spelen. Ik kan nu niet zo. Nee, god. Ik moet naar Disney Plus gaan. Pauze. Is dat pauze? Ja. Oké, ik was even een film aan het opzetten. Kijk, juist begonnen 1 minuut. Ja, jullie kunnen het juist niet zien, hij is weggevallen. Maar geloof het of niet, het is nog altijd zoveel slecht weer als van de week. Nu stond het regenen, maar het was vandaag echt nog hard aan het waaien. Wacht, mijn raam zit op slot van de vorige keer dat het zo hard aan het waaien was. Shit, die moeier. Shit, die moeier. Ik kan mijn camera niet verder naar buiten doen, want dan laat ik die vallen. Hé, jongens en meisjes. Dus ja, dat is wat minder. Maar het leuke is wel, ik ga even een film kijken. Het is zondagavond. Ik heb nog zin in een film. Ik ga even tussen de rommel mijn spiegel proberen te zoeken om op mijn camera te zetten. Mijn rug doet nog altijd zeer. Maar ja, dat los ik wel op van de week of zo. I don't know. Dus ja, nice. Dus ja, jullie zien de film op de achtergrond. Ga ik lekker film kijken. Nice. Oh. Hier heb ik niet meer aan verder kunnen werken. Dat heb ik gisteren ook in de vlog gezegd. Sorry, ik zat er van een week eens aan proberen verder te werken. Eigenlijk kan ik dat nu ook doen, maar ik heb nu liever zin in een film te zien. Dus ja, nice. Mijn haar ligt nog altijd goed. Nice. Mijn lichaam niet meer zo. Maar mijn rug. Mijn rug doet echt zeer, maat. Ik zou blij zijn dat het voorbij is. Kan ik terug sporten. Want nu met mijn slappe armpjes. I don't have anything. Valt nog mee. Het kan erger. Het kan erger. En mijn koffietanden, ja, godverdomme. Ja, als je koffie drinkt, heb je dit nadeel. Ah, shit, sorry. Not so good. Maar ja, maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Sorry. Rommel hier, mijn koek nog eens opruimen. Ik heb nog niet echt tijd voor gehad. Ik heb nog een paar dingen te doen. Voordat mijn camera echt pas opgeruimd is. Dat is rommel opruimen. Dan deze kast. Hier, deze ging ik vrijmaken. Ik mijn gereedschapkast van maken. Zo wat. En het is dat niet echt een gereedschapkast. Maar eerlijk gezegd, ik kan een andere plek zoeken voor deze spiegel te zetten. Ofwel zet ik die op bakken, maar dat was toen, denk ik. Ofwel zet ik die hier achter, daarachter. Dat ik zo kan filmen achter de dingen tijdens ik mijn GoPro spel aan het doen. Want wat ik eigenlijk van plan ben is om dit onder mijn bank te zetten daar. Maar het ding is, eigenlijk heb ik nog niet opgemeten. Dus nu zeg ik misschien dingen zodat ik ze niet spijt van heb dat ik dat gezegd heb. Eerst mijn statief zoeken. Waar is mijn statief? Waar is mijn statief? Dat staat hier nog. Van vorige keer heb ik gefilmd op met mijn camera. Mijn batterij is nog niet helemaal opgeladen. Maar ja, toch probeer ik toch weer met mijn grote camera te filmen op mijn kleine camera. Heeft toch een paar nadelen. Soms. Dus ja. Ja, dan gaan we eens opmeten hoe groot dat deze kast is. Lach me niet uit als ik niet weet hoe dat ik een kast moet opmeten, daarom dat ik het uit beeld doe. Oké. Okay. Hoeveel was het nu weer? Goeie joh. 35. Nu naar dit. 35 vanuit de kast gemeten. 35 is wat te breed. Want dan betekent dat dat ik niks plaats niet meer op om te zitten. En dat is niet nice. Oh. Dus ja, ik ga die kast gewoon hier laten staan. En ik ga het misschien gewoon een bak of zo onder mijn ding. Natuurlijk heb ik dit ook nog voor spullen te leggen. Wacht even. Ja, oké. Okay. Heb ik dit ook nog voor spullen te zetten. Maar ik moet dringend een nieuwe... ik kom er niet op.
een nieuwe stickerbak kopen, want ik heb hier geen stickerbak nu meer staan. En dat is wel irritant, want ik wil zo wat hier zo wat vloggen, dat ik wat minder hier zo wat mijn video's editen. Maar het ding is, ik kan dat hier niet makkelijk doen, want als mijn gezin plat is, moet ik in mijn bed gaan zitten, want dat is de enigste plek waar dat nog dingen is. Dus wat ik eigenlijk van plan ben, is als dat gaat, want ik was van de week aan het denken van waarom doe ik dat gewoon niet. Nu weet ik waarom eigenlijk. Maar ik heb onder mijn bed, niet te hoog naar boven, want dan vliegt mijn bed in brand. Maar onder mijn bed heb ik een stekkerbak van drie gaten zitten. En dat is met deze gekoppeld en die gekoppeld. Maar als ik die stekkerbak uittrek, dan is die niet meer gekoppeld en die niet. Maar ik denk dat ik een van die twee wel met de verste kan koppelen, waar dat gekoppeld is met tv. Kunnen jullie nog wel aan uit? Nee, ik moet dat laten zien, want anders gaan jullie er denk ik niet aan uit kunnen. Wacht, dus. Ik hoop dat jullie het met dit wat kunnen voorstellen. Dus zeg, laat me zeggen dat dit een stickerbak van drie gaten is. Drie gaten. En dit ook een stickerbak van drie gaten is. Die ligt met een lange kabel naar achter, naar de tv. Eén stekkerbak ervan. De middenste is moeilijk om in te steken, want dat is een stekker dat zo steken met draden uit. En als ik er hier in het midden steek, zit die op die andere. Snap je? Kun je nog volgen? En die andere zit gekoppeld aan de deze. Dus die zit ingestoken op de deze, want dat is de hoofdingen die dat helemaal naar daar loopt. Dus de hoofdingen. Die is gekoppeld met alle hoofdkanalen, dus soort van. En dit is ook een hoofdkanaal, want hier zitten er dan ook nog eens twee gekoppeld voor deze. Hier eentje onder en hier eentje. Dus wat ik van plan ben is om deze uit te trekken, dan een van deze te koppelen met de deze, dat eigenlijk deze stickerbak vrij is voor daar. Voilà. En dan die andere, dus ik ben misschien deze van plan om te koppelen met de deze. Dan ben ik ook van plan om de deze dan te koppelen met een van deze stekkerbakken. Want ik heb hier nog vrij, omdat dit gewoon mijn gezinlader is. Hier steken al mijn gezins in. Drie gezins heb ik maar, dus ja, drie lives maar. Dus dat ben ik dus van plan, dat ik er één blok vrij heb. Die blok neem ik dan mee naar daar. Daar heb ik er drie prizen nodig. Voor mijn radio, voor mijn tv en voor mijn castingsysteem. En daar ligt ook nog een stickerbak van 6. En die zal ik dan eigenlijk in mijn bureau kunnen leggen. Kunnen jullie wat volgen? Dat ben ik dus van plan. Maar het ding is, ik heb dat van de week nog niet kunnen doen, omdat je slaapt altijd lag te slapen wanneer ik thuis kom. En dan moet ik dat bed open doen. En ja, dat maakt wel lawaai omdat open te doen. Dan moet ik die matras naar hier trekken. Dan moet ik dat bedframe naar hier trekken. Dan kan ik dat pas aan. Dus ja, sorry ervoor dat ik daar nog niet aan kunnen werken heb. But that's the problem. En als dat opgelost is, kan ik terug in mijn bureau wat opnemen. Dan kan ik deze sticker insteken. Maar die heb ik ook nog niet kunnen insteken. Die heb ik toen eens uitgetrokken met dat een bliksem gedoe was. Die vlog staat een paar weken geleden online. Maar ik kan die niet insteken als Cecilia's ligt te slapen, want dan gaat die bel af. En die bel maakt wel vreselijk veel lawaai, dat ik denk dat Cecilia's wakker gaat zijn. Dus ja, problem, big problem. En deze hier achter mij, die pot daar dat nog staat van, wat is dat? Ik weet niet. Dat jullie hier achter mij zien staan, die potten hier. Wacht zo. Ja, ik heb bijna. Zo even mijn camera maar naar beneden doen. Deze pot moet ik nog altijd aan die mensen geven. Ben ik nog altijd vergeten. Nu ben ik aan het inzoomen. Dat is niet nice. Dat is niet nice. Maar ik ga verder kijken naar mijn filmpje. Biedt flikkert die uit. Omdat het te lang duurt. En anders te veel dingen verspild. Ondertussen als die film bezig is. Ga ik toch nog een beetje opruimen. Auw. Godverdomme. Ik moet mijn salontafel hier nog fixen. Want ik heb toen dat tablet hier afgepakt. En daar gezet. Ik heb dat tablet hier afgepakt en daar gezet voor daar. Maar ik heb dat nog niet kunnen fixen. Dus dat betekent dat ik eigenlijk hier een GoPro, een camera stuk heb voor mijn camera's. Wat ik eigenlijk nog wil doen is deze
gooi ik nog wel om. Deze tas ook nog apart kunnen zetten. Misschien hier, maar daar ben ik ook nog niet van plan. Dus ja, dat is wel moeilijk. Maar, ja, hier leg ik nu al mijn camera's om op te laden. Als ik gedaan heb met deze camera te filmen, steek ik mijn batterijen in die batterijlader dat je erachter ziet. Dat is nu rommelig, daar moet alleen maar mijn GoPro-spel in zitten. In een dag moet dat toe zijn. Als ik daar niks uit nodig heb, moet dat toe zijn dat ik daar mijn camera's kan opzetten. Daar, wacht, ik ga wat naar de camera-scherm kijken, dan kan ik wat beter laten zien. Dus ja, dat moet toe zijn en dan kan ik daar wat camera's spullen opzetten. Want nu heb ik alleen maar dit stuk zo wat. Dus ja, en hier moet ik nog een tablet voor vinden. Het grappige is, ik weet niet dat jullie dat kunnen zien. Maar hierachter, nee, dat kunnen jullie niet zien, zitten ja, 100 tabletten, 100 tafeltabletten, soort van. Ja, ik heb daar ook nog letterlijk achter spul zitten. Kijk, daarachter zit ook nog zo'n tafeltje. En daar zat een tafeltje, maar die is eruit gehaald. Maar ik ben van plan om die daar ook uit te halen. Er staat allemaal rommel op, ook. Dus dan moet ik ook allemaal afhalen. Kijk, allemaal Lego rommel, dan kan ik dat ook nog gaan zetten. En die dan als salontafel te gebruiken. Alleen weet ik nog niet welk tablet dat is. Hoor dat weer. Horen jullie dat? Hoor hoe hard. De regen zit echt op die muur. Kijk, dat is de voorkant van het huis. En dat is de achterkant van het huis. En het weer zit echt op de voorkant van het huis, dat hoorde. Oké, hier hoort het nu ook wel, maar je hoort de wind echt tegen deze muur slagen. En daar hoorde gewoon de regen ook opvallen, maar dat is omdat dat een raam is. Een raam maakt veel meer lawaai dan dit. Dus daarom. Oké, ik doe het misschien dom, maar ja, het is my job. Mijn hobby. Voordat er weer mensen zeggen, het is niet je werk in YouTube. Er zijn er heel veel. Ja, het is zondag. Maar niet januari, februari en de 20ste als ik juist ben. Dus zo lang denk ik ben dat ik dat al vergeten te verzetten. Maar het is wel zondag. Maar eigenlijk kan ik dat beter voor morgen zetten. Ik ben nu een kleuter dat allemaal verzet. Maar ja, ik vind het leuk. Het is heel regenweer. Maar ja, mijn radio is nu niet gekoppeld, dus ik doe het even met mijn... Kom aan, zo kan ik niet filmen. Ik doe het even met mijn geluid van mijn tv. Ik hoop dat jullie mij wat kunnen horen. Ik zit wel naast mijn micro te spreken, denk het wel. Dus ja. Oei, er zit een bril in. Oh nee, zo'n grote zonnebril. Ik ben mijn andere zonnebril aan het zoeken. Ik ben eentje dat ik op mijn bril kan zetten. Heb ik er een, maar ik heb er ook een dat ik... gewoon zo kan dragen, zoals mijn bril eigenlijk. Oké, ik ben heel onhandig aan het filmen, zo nu ook, dus wacht even. Hupsa, dat is beter. Oké, wat is het nu aan het fucking hagelen? Jezus maat, het is gewoon aan het hagelen, check this shit out. Het is gewoon aan het hagelen. Ik neem mijn licht uit, hoor. Nee, wacht even. Dan moet ik even naar mijn tas lopen. En ik zeg, nou, come on, mat. Come on. Waar zit dat hier, spul? Ah, ik heb hier toch een vinger in zitten. Waar zit dat? Hallo? Powerbank er even uithalen? Ah ja, op het YouTube-kanaal Nikkernas is ook nog een video online gekomen. Ondertussen denk ik al, als ik juist ben, 2 dagen of zo. Als ik juist ben, hè. GoPro had ik ook bij vandaag, maar ik heb daar niks mee gekomen. Waar is mijn... Ah, hier is mijn lichtje. Nee. Te strak heb ik dat nodig op dingen, maar check die hagel, bro. Check die hagel. Is gewoon aan het hagelen. Nice, man. Is gewoon aan het hagelen. Nice. Hagel weer. Nice. Ik ga mijn raam terug toe doen, want het is kou. Het is hard aan het hagelen en de hagels komen naar binnen. En mijn raam, vorige keer, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, die vlog heb ik juist geëdit. Dus die staat waarschijnlijk nu al even online. Op 2 dagen ook. 3 dagen, sorry. Als ik juist ben. Wacht, deze vlog komt... Nee, wacht, 2 dagen. En die vlog, ja, laat het gewoon. Die staat online. En
Wat wou ik eigenlijk zeggen? Ik weet niet wat te zeggen. Omdat ik zo hard bezig was. Wat heb ik in die vlog gezegd? Ik weet dat al niet meer. Als jullie het nog weten, laat me weten in de comments. Dat ik weet niet meer. Ik wil naar mijn film kijken. Ik zal je biedt terug, want nu moet ik al deze rommel ook nog opruimen. Nu snappen jullie waarom ik nooit aan een film raak om dat te kunnen zien. Hoe laat is het ondertussen? Ah, 10:45. Jeez, man. Het is morgen school. Morgen is cool, man. Nice. Nice. I'm 17 and I'm going to school. Nice. And I have no job. My vlogs. Dus, hey, abonneer, dan kan ik geld ook voor jullie verdienen. Oké, dat klinkt een beetje raar. Ja. Ik kon gewoon door blijven vloggen. Omdat ik dit zo leuk vind, dit hagel. Maar ja, ik kan niet door blijven. Nou, greep ik nu naar mijn lens? Serieus. Dus ja. Het is aan het sneeuwen, joepie! Het is echt harde hagel. Mijn raam is ook koud, maat. Ja, no shit. Maar het is ook koud. En wat deze vlekken zijn, ik weet het ook niet. Dat is verf. Ik rijd het er niet af. Of ik moest mijn dakraam beschadigen. Ik wou raam beschadigen zeggen, maar ik zei dak. Dus ik dacht, ik maak er dakraam beschadigd van. Binnenkort kunnen we ook een Binnenkort kan ik ook een vlog maken met wat steek ik allemaal voor rommel in de potjes dat ik heb. Letterlijk, je steekt lege batterijen in. I don't know, man. En dan heb ik nog een potje met Lego. Oké, nee, dit zijn nu potjes dat met een bak zijn uitgevallen. Dit zijn potjes van een bak dat kapot was. Dat is de rommel dat hier ligt. Die bak is helemaal kapot gegaan. Hé, mijn oude GoPro-doos. Er zitten allemaal auto's in. Ja, het is een rommel. Ik weet het. Sorry, jongens. Ik heb nog niet veel tijd gehad, hè, meisjes. Verrasser kijken. Ik ga verder naar mijn film kijken. Ik zit echt uit te stellen. Je kan niet meer naar mijn film kijken. Dus ja, ik zeg je terug waarschijnlijk bij de outro. Ik heb eigenlijk nog zin om op te ruimen. Oké, dan zet ik mijn film aan en dan ruim ik je kop. Tot zelfs. Misschien maak ik nog een timelapse, maar mijn GoPro is plat. En dan steek ik die even aan de lader. En dan maak ik zo'n timelapse dat ik aan het opruimen ben. Oké, timelapse time. Oké, jongens en meisjes. Ik ben nog niet begonnen aan de timelapse. Ik was eraan bezig. Tot ik hoorde wat voor geluid dat mijn tv maakte. Hoor hoe onzuiver. Ik kan hier echt slecht tegen. Dus ja, ga ik toch even mijn radio terug insteken. Wat ik eigenlijk niet meer wou doen. Omdat ik toch... ja, ging wisselen. Maar ja, ik ga het nu toch doen, want ik kan niet tegen dat geluid. Dat zo slecht is. Ik ben YouTuber. YouTubers kunnen niet tegen slecht geluid. Dat heb ik ook niet als ik mijn vlog upload. Behalve de vorige vlogs. Maar ja, dat was met GoPro-instellingen te maken en slecht geluid te maken. Godverdomme, ik ben hier aan het kapot maken waar dat ik op sta. Zeg niet dat hij dood is, toch? Oké. Even naar de film kijken. Ik hoop dat ik er geen copyright voor krijg. Dus ik zoom even naar die kant in. Dat kun je zal niet zeggen dat ik gefilmd heb. Dat ik een film aan het kijken was. Snap je? Want ik kan er ook copyright voor krijgen. Wisten jullie dat? Dat je copyright kon krijgen voor een film te filmen. Snap je? Nee, je snapt niet. Mijn radio. Radio. Eigenlijk is niet het geluidverschil horen. En je zeggen van, oh ja, nu snap ik waarom dat jij je radio instelt. Of niks. Die radio zie ik ook af van het koud weer. Zo. Daarom denk ik die ook even uitgetrokken had. Omdat ik eens wou zien wat dat deed. Nee. Nu gaan we het even afzetten. Volume afzetten. En nu ga ik de film ietsjes harder zetten. Wacht, nee, ik ga dat hier ook op aan. Is die al gekoppeld? Nee, die is niet meer gekoppeld, of hè? Jawel. En waarom moet die nu werken? Ah ja, oké, hij werkt. Ik ga even het harder zetten. En een kastje erbij pakken, twee kastjes erbij pakken. En laten zien wat... Godverdomme, ik ging ergens opstaan.
waardoor dat ik mijn camera liet omvallen. Voilà, nu zie ik ineens de radio. Nee, wacht, ik ga terug uitzoomen. Ik hoop dat ik mijn camera niet beschadigd heb. Kan je eens wegdoen? Wat? Ja. Allee, kom aan camera, blijf staan. Ik kan je eens wegdoen, want ik val hier altijd over. En mijn mama is al berichten aan het sturen en kan niet zien wat het is. Want mijn horloge geeft dat slecht aan. Kan ik eerst nog die berichten checken? Mama, ik ben bezig met een vlog. Wat? Ja, ik weet het. Stil voor het je ik weet het, maar ik kan ook niet aan de nekker overpalen. Ik heb slechte voeten. Ik ging de radiotest doen. Dus ik ga eerst het geluid hard zetten. Voilà, dat je het wel hoort. Dan zet ik het op stil. Hoort hij het geluid, hè? Ik ga dit ietsjes harder zetten. Hoor, hè? Wacht, hoor. Allee, nu gaan die niet spreken, zeker? Ja. Hoor. En als ik nu dit afzet, en dit opzet... Allee, gast, werk nu. Hoor. Hoor hoe beter. Kan je eens terug wisselen? Allee. Hoor eens licht. Allee, maat, ik wil dat eens mooi omswitchen. Hoor. Dit geluid. En dan... Merlin. Zie hoe goed. Zie hoe goed. En dan kan ik hier nog. Glasses, gentlemen. Uganda, 2012. I love this sound. This, oh, wat? Oh, ik ben helemaal uitgezoomd. This is the sound of love. Oké, waarom doet mijn spiegel raar? Godverdomme, we gaan mijn spiegel niet doen. Ik moet zien dat ik hier niet val op mijn spul. Maar ja, ik ga dus nu naar de film kijken. En mijn GoPro opzetten. Timelapse line voor dit hier op te ruimen. Want die is echt nodig, want ik val er al over. En mijn rug doet nu al zeer. Dus ik zie jullie terug. Tot ziens. Timelapse time. Tjo jongens en meisjes. Ik ben terug naar de timelapse. Timelapse van 5 seconden. Ik kan hem misschien langer maken door hem te editen, maar wat ik dus niet vond, is een borstel. Ik zal eerst beginnen met wat ik eerst wou zeggen. Wat ik eerst wou zeggen is dat mijn gat jeukt, maar dat maakt niet uit. Nee, maar ik zei nog in de vlog, ik moet mijn GoPro insteken, want anders gaat die uitvallen. Nou, die was uitgevallen na een paar minuten, denk ik. Ik wou hem al te sinds afzetten, sorry dat ik... Maar ik kan altijd eens afzetten en die was al uit. Dus ja, ik weet niet dat ik die alles opgenomen heeft. I hope so. Maar ja, ik ben even afgeleid van mijn film. Maar ik vind mijn borstel dus niet, dus ik kan hier niet keren. Ik heb wel ik heb wel deze grote borstel, maar dat is meer voor het hout te keren. Dat klein borsteltje is makkelijker voor van dit te keren, want dan kan ik zo... Snap je? Op gras moet je... Dat is niet echt gras, maar... Dan kan ik zo met stille schokjes doen. Wat is deze? Ah, een glas van niet. Dat is van een oude horloge dat kapot is. Maar ja, ik vind mijn borstel dus niet terug. Dus dat is het probleem. Ik heb nog letterlijk 3 mondmaskers liggen. Check dit. Ik heb hier nog 3 mondmaskers liggen. Ik heb er te strak ook een gevonden. Ik weet niet dat jullie dat konden zien. De timelapse. Dus ja, dit kan ik niet echt... Dat ga ik op een andere keer opruimen. Daar moet ik niet echt komen. Maar dit wou ik al maar opgeruimd hebben en hier ligt heel veel scherpe rommel. Dus ja, daar moet ik wel voor uitzien. En ik heb een fanny pack, een andere, maar die is kapot. Dus ja, nu gebruik ik even deze. Ik denk zo, want ja, die andere is kapot, die moet eerst gemaakt worden. Of een nieuwe, dus ja. En dit gebruik ik nu als cameratasje terug. Ik had dat eerst gepakt als kit voor alles in te steken. Maar ik heb toch gemerkt dat dat wat te klein is om alles wat ik nodig heb in te steken. Dus nu ga ik deze terug als fanny pack gebruiken. Oké, het is wel groot denk ik. Ik hoop zo. Nou, ik weet niet of ik dat laat zien op in mijn timelapse. Valt nog mee. Ik heb al groter gehad. Het valt nog mee. Wat? Oh, ik ga alsjeblieft lezen wat er staat. Maar dat dus... Dat, ja, dat dus...
Dus ja. Zo ziet dat eruit. En gewoon. Dat is groot nog altijd. Die andere is leuker ook. Maar ja. Moet nog even met de deze doen. Zo ziet dat er dan uit. Nice. Maar ik moet het even met de deze doen. Maar ja. Ik zie je terug. Tot ziens.